Ik krijg alleen te horen, pap, je moet me nu brengen.
Ja, goed. Ja. Ja. Nee, het gaat toch goed. Yes! Oh! Ja, dus die Ja, jij stond in de laatste 50 minuten in de basis. En nou, vertel maar eens, hoe heb je het beleefd? Want het was een droom, zeker die start. Nou, zeker. Nou, sowieso een verrassing dat ik er weer een keer in kon staan. Fysiek gezien, maar ook dat de trainer me opstelde. Omdat, Youssef, die was inderdaad niet aanwezig. Dus moesten we met banks wisselen. Dus het kwam wel tot een verrassing. Maar voor mij was het echt wel leuk om mee te doen. En nou, wat er met de start wat er gebeurde, dat, ja, het was ongelooflijk. Eigenlijk wat we verzuimen dit seizoen, kwam er in een paar minuten kwam dat er gewoon uit. En ik compliment aan de volgende spelers, want het
Ja, maar zeker, nou ja, voor Hoede zat ook een middenveld erbij. Ik weet niet wat die gegeten heeft. Ik denk 3 blikken spinazie, die de jong. Ja, maar dat gaan we niet te vaak zeggen, want anders denk je weer steeds lekker als zijn schoenen. Maar het was een heel mooi doelpunt van Matthijs Maatbeer. Want hij had een paar schoten nog, hij was heel actief. Ja, zeker. Hij speelde gisteren goed, maar ik zag het ook op de training dinsdag. Die loopt op zijn kant en die heeft hij natuurlijk gepakt. Ja. Nou, over je eigen prestatie gisteren, was je tevreden? Ik ben wel tevreden. We stonden heel gesloten. Ik denk dat het voor het publiek het af en toe niet heel erg mooi uitzag. Hè. Het was heel compact en we stonden niet helemaal voor ons de bal. Maar het pakte fantastisch uit, want wij hanteerden vaak de lange bal. En Erik, Thomas en Tristan, die wisten al raad mee. Ik had niet heel veel te doen, omdat Ronald achter me stond. Het stond allemaal een beetje vast. Maar ik ben uiteraard tevreden. Wij dachten fout gedaan. Dus het was voor mij echt een hele mooie avond. Ik zag je 2 keer happen. En toen lag er wat achter je, maar inderdaad, dat werd door Ronald dan weer ingevuld. Ja, dat doet hij goed. En dat happen, dat valt niet de goede aan bij de trainers, maar dat zit er gewoon ingepakt. Ja. Maar nou heb je nog nieuws. Ik heb wel nieuws. En leuk is het natuurlijk niet, maar ik heb wel besloten om naar het seizoen te stoppen. In ieder geval met selectievoetbal. En dat heeft alles te maken met de fysieke gesteldheid. Het lichaam zegt gewoon, dit wil ik niet meer. Ik ben meer geblesseerd dan dat ik echt voetbal. Het is ook een wonder dat de trainer en het team zo genoeg bij mij hebben gehad dit seizoen. Maar het is de enige juiste keuze, want het gaat er volgens mij niet beter worden. Dat betekent niet dat ik helemaal stop met voetbal, maar ik ga gewoon lager voetballen, omdat de tijd is helaas rijp. Ja. Ik kan heel graag verder op, maar dat gaat helaas niet doen. Ja, jij bent echt de Nestor van de ploeg, want vanaf het begin van de fusie in dat eerste elftal. Hè, je hebt het nog een tijd, Steven heeft nog een tijd volgehouden, maar jij bent de laatste. Of wij, Leo. Ja. Volgens mij is SSB-TV ook toegestart. En inderdaad, vanaf nu ineens zijn we de meis geweest. En heel lang volgehouden. Ik heb daarvoor nog een paar jaar bij Jakmo voetballen in het eerste elftal. Dus pak een beetje zo bijna 17 jaar in het eerste voetbal. Dat is uniek. Ik denk ook de betrokkenheid zeg maar, van mensen om je heen, de club, hoe dat op dit moment, hè, met de fusie, hoe mooi het is gegaan, dat het niet eens een kunst is. Want het is ook gewoon heel leuk om naar te voetballen, Leo, om in de eerste half te voetballen. Dus, Nou, we gaan, er komt nog een afscheid, woordje of een momentje zijn, denk ik. En daar komen we er misschien nog wel even op terug, over die hele carrière. Maar goed, jij bent vooral bekend. En ik heb er één op beeld staan van gisteren. Er was er maar één, geloof ik. Je hebt 2 dingen bekend. Van de verre ingooi. Ja. En het andere? Nou, misschien een aantal overtredingen. Nou, het heeft iets met geel te maken. Ja. Ik ben vrij snel in het seizoen ben ik kijken. Leuk tegen een schorsing aan, Leo. Dat zou goed kunnen, ja. Nou, Jeff. Leuk je even gesproken te hebben en ga nog even genieten van je avond. Ja, we gaan elkaar even spreken, Leo. We zien elkaar zaterdag sowieso op de voetbal. Okay. En dan gaan we er gewoon een mooie einde van maken. Bedankt, joh. Yes, dankjewel. Hey, doei.